In het kader van het debat rondom godsdienst, godsdienstvrijheid en discriminatie heeft het Centraal Joods Overlegorgaan een brochure ontwikkeld met als titel Wat je moet weten over het Jodendom. Deze brochure is speciaal geschreven voor leerlingen van het VMBO en is bedoeld als aanvulling op een lesplan. De lessen worden de Joodse jongeren gegeven. De brochure werd mede mogelijk gemaakt met behulp van een subsidie van de Stichting Maror. Woensdag 26 oktober heeft Nathan Vecht een presentatie gegeven als aftrap voor dit gastlessenproject. Dames en heren, voordat we overgaan naar de feestelijkheden, de overhandiging van de eerste brochure en daarmee het officiële startschot, gaan we laten zien. Het officiële startschot van de voorlichtingscampagne gaan geven. Gaan we eerst het woord geven aan een aantal ervaringsdeskundigen. Zometeen twee docenten met ruime ervaring op het VMBO, Dina Perlo Marciano en Hadas Bessalel. Dina heeft de brochure gemaakt en komt vertellen over haar ervaringen met vergelijkbare projecten. Gevolgd door Karima Delhash, die vertelt, spreek ik goed uit, die vertelt over haar werk bij het Joods Marokkaanse netwerk. We sluiten af met de mensen waar het uiteindelijk allemaal om draait. Dat zijn de mensen die de brochure het land in gaan brengen en erover gaan vertellen. En die zijn vandaag vertegenwoordigd door Joyce Key en door Joël Serp. De spits wordt afgebeten door Willem Koster, voorzitter van het Centraal Joods Overleg. Het voert nu te ver, maar het is duidelijk dat in dit tijdsgebied er sprake is van een toename van gevoel van bedreigd zijn, gevoel van discriminatie, gevoel van antisemitisme. Enerzijds kunnen we dat waarnemen, anderzijds is het ook belangrijk om te erkennen dat dat gevoel is. Dat is een zorg voor ons als CEO, maar ook een zorg van anderen, zoals we in ieder geval hier bij elkaar zien. Stonden we daar en zei ik, hallo, ik ben Hadas, ik ben een Jood. En dan zat ik de klas kijken, want de meeste klassen waar ik terecht kwam, nou ja, 90%, sommige klassen zelfs 100%. Waren islamitische kinderen en die keken mij zo aan. En dan wachten ze altijd zo even. Moeten we er nou wat van zeggen? Want ze ziet er helemaal niet Joods uit. Ze lijkt wel gewoon. Dat werd me ook wel eens gezegd. Je ziet er helemaal niet Joods uit. Hoe kan dat nou? Ze zijn echt ontzettend in het onderwijs. En dat projecten zoals met deze brochure gaan werken. Voor Joel en Joey en andere mensen die hiermee gaan werken. Wij maken het verschil. Wij zijn echt degene waarvan die kinderen over 30 jaar zeggen, ik heb ooit een Jood ontmoet. Want daar blijft het vaak wel bij. Het is er gewoon vaak echt één of twee die ze toevallig kunnen. We zijn zo'n kleine groep. Een paar kleine anekdotes van dingen die ik zelf heel erg leuk vind. In de klas die Arabisch spreekt. Nou, de meesten hadden er wel een paar die dat konden. Hè? En dan gingen we samen tellen. Vooral de mensen die zelf geen Arabisch kunnen spreken. Die zaten dan te luisteren. Ze zeiden, het klinkt bijna hetzelfde. Dat lijkt ontzettend op elkaar. En dan dacht ik, ja, het zijn allebei semitische talen. Had ze nooit bij stilgestaan, want een antisemiet. En ook semiet, wat is dat dan? En dan gingen we daar weer over praten. Nooit bij stilgestaan dat er overeenkomsten zijn. Op mijn vorige school, waar ik gewoon wiskunde gaf, hier in Amsterdam, was 90% Marokkaans en Turks samen. En van de overige 10% was de meerderheid ook islamitisch. De ouders waren daar zo blij om. Eindelijk een juf met gelijk. Een beetje, nou ja, normen waar die in de buurt komen. Ik ging discussies aan met die meisjes. Zo kun je nou een hoofddoek dragen en zo korte rok. Ja, je klinkt wel als mijn vader. Nou, zal die wel gelijk hebben. En dan gingen we dus praten over die dingen. En ze realiseerden dan eigenlijk dat al die normen en waarden, al die religieuze normen en waarden, die komen natuurlijk uit hetzelfde idee en die gaan allemaal om hetzelfde, om ons gewoon betere mensen te maken. En zo ontstonden er allerlei discussies over en gesprekken waar we het vooral heel erg, waar geen discussie, maar we waren het vooral heel met elkaar eens. Een van de dingen die ik echt leuk vond, is dat ik thuis een kosere iftar heb gehouden met mijn mentorklas. En er was geen één ouder bezorgd over wat dat kind van hun aangeboden zou worden. Want mijn huis is kosher, dus is het ook halal. Ik heb er waarvoor ik hier sta is gewoon benadrukken hoe ontzettend belangrijk dit soort projecten zijn. En hoe ontzettend belangrijk het werk is wat jullie nu gaan doen. Het uitdragen en het doorgeven van hoe mooi het ook is wat we allemaal met elkaar gemeen hebben. Goedemiddag, ik ben gevraagd om
wat te reageren of iets te vertellen. Wat ik vind van het voelen, want ik als persoon, als deskundige, ook iets te vertellen over het veldwerk van het Joodse Marokkaanse netwerk Amsterdam. Wat wij doen en hoe Joden en Marokkanen in dat netwerk, in die coalitie, elkaar steeds weer opzoeken als vrienden, als mensen. Maar daar zit het onvermijdelijke fenomeen in van dat we toch altijd wel weer vooroordelen. Dat het beeld wat men tegenwoordig heeft over Joden wordt toch wel beheerst over het conflict Israël-Palestina en de Tweede Wereldoorlog. Maar niet meer wie Joden zijn. En dat is wel zo. Ik herken dat. Ben ik een Nederlandse Jood of een Joodse Nederlander? Ben ik een vrouwelijke Jood of een Joodse vrouw? Deze vragen hebben te maken met het begrip identiteit. In identiteit zit alles wat je maakt tot wie je bent. Officieel ben je Joods als je Joods moeder bent of als je bent uitgekomen. Eén ding is wel zeker. Echt bevatten wat Joods zijn is, is niet zo gemakkelijk als wat het lijkt. Sigmund Freud, zelf Joods, niet orthodox en de grondlegger van de psychoanalyse, zei het als geen ander. Freud sprak zich slechts één keer uit over de Joodse. Bij de Neemrikloos was dat. Hij had het over een diep gewortelde emotie en bewustzijn. Over een onoverkombare intimiteit zelfs, waardoor hij zich verbonden voelde met het Jodendom en Joodse mensen. Onderdeel van de identiteit zijn de subidentiteiten. Hieronder vallen in ieder geval cultureel, etnisch, nationaal, professioneel, geslacht en religieus identiteit. Sommige subidentiteiten zijn belangrijker dan andere. Vandaar ook de beginnende vraag: ben je Joodse Nederlander of een Joods of een Nederlandse Jood? Met ze kennis maken, vragen waarom ze het doen, wat ze gaan doen en wat ze van verwachten. En daarna gaan we op feestelijke wijze de eerste brochure uitreiken. Joël, vertel kort even over jezelf. Wie je bent, wat je doet en waarom je het belangrijk vindt om aan dit project mee te doen. Ik ben Joël Servels, ik ben 21 jaar en ik studeer politicologie en ben voorzitter bij de jongerenorganisatie. Ik heb zelf al vaker dit soort lessen gegeven en ik heb geleerd dat je heel veel kleine verschillen kan maken bij je individuen door deze lessen te geven. Maar het is natuurlijk niet alleen eenrichtingsverkeer, het is ook vooral een soort dialoog die je aangaat, omdat je zelf ook heel erg leert over wat er speelt op de scholen en in de klassen waar je les geeft. Het is niet slecht dat jij een verhaal komt vertellen en weer weggaat en je het boekje hebt doorgenomen, maar je hoort ook wat die niet vanzelfsprekend naar jou toe komen. Je kan nog zoveel multiculturele borrels organiseren, maar daar komen niet de mensen op af bij wie het probleem wat betreft vooroordelen misschien het grootste is. Ik ben Joyce Keely en ik ben actrice, net afgestudeerd. En ik merkte op een opleiding, ik heb eigenlijk op een Joodse school gezeten, altijd Joodse mensen om me heen gehad en hiervoor in Israël gewoond. Dus ik had nooit echt contact met niet-Joodse mensen hiervoor. Ik heb wel met modellenwerk heel veel contact gehad, maar dat waren niet echt goede vrienden van mij. Dus jij kende alleen modellen en Joden? Yes. Wat een heerlijk leven moet dat zijn. Ja, we hadden dat je dan in een klas terechtkomt. Iemand toevallig gierige Jood tegen me zei. En het raakte me zo erg. En toen besefte ik eigenlijk dat ik helemaal niet zo veel gewend ben. En dat zij eigenlijk heel weinig weten over mijn religie. En we waren verplicht altijd aanwezig te zijn, dus met Yom Kippur ook en Rosh Hashanah ook. En dan nam ik een appeltje mee met honing, want het was toch mijn Rosh Hashanah. En ik zou dan wel in de klas zitten, maar ik heb wel Rosh Hashanah gedaan en iedereen een appeltje met honing gegeven. En toen ik gebeld ben of ik mee wilde doen, dacht ik, het enige wat ik kan brengen is mezelf. En ik hoop dat ze gewoon heel veel vragen willen stellen over wat ik ben, of ja, om het even zo te noemen. Ja. En dat ik zo een bijdrage kan leveren. Ik wens iedereen die bij de campagne betrokken is heel veel vragen toe aan jezelf en aan de anderen. Ik dank u voor uw aandacht en wens u weer een prettig koosje weekend.